toverdaad? Op de A2 bij Zaltbommel werd ik erg afgeleid door de vele reclameobjecten. Kan je vanaf de A2 nog wel genieten van de Bommelerwaard? Dit was dus één paal met een boel reclame eraan. Ik vond het niet heel mooi gedaan. Het zag er een beetje rommelig uit, vooral de achterkant waar je zo tegen het hekwerk aankijkt. Nou, dat had misschien wel beter gekund, maar het is wel één concentratie van reclame waardoor je het niet verspreid hebt in dat buitengebied. Dus op zich het idee dat je dat concentreert, vond ik wel een goed idee. Ja, bedrijventerreinen. Die willen natuurlijk altijd alles communiceren wat er op het bedrijventerrein te vinden is. Ik vind dat de overheid daar een duidelijke stelregel voor moet formuleren. Binnen welke normen en wat ook het maximaal is wat er op zo'n paal komt te staan. Want je kan je voorstellen, als daar 8 borden op staan, dan zie je als automobilist echt niet meer wat er allemaal op staat. Laat staan als daar ook nog telefoonnummers, adressen en dat soort dingen op staan. Maar toch blijft er misschien wel wat hangen. En juist omdat alles hier zo bij elkaar zit, maakt het wel een punt wat je op zich als de automobilist langs die weg rijdt wel zou willen accentueren. En ik vind het niet erg dat het dan heel veel borden tegelijk zijn. Daar wil je zelfs niet tussen hangen als bedrijf. Dat leest helemaal niemand. Het is lelijk. Dus als het al gezien wordt door mensen, dan denk ik dat het alleen maar negatieve reclame is. Ik snap het doel van de masten, maar ik vind wel dat er wat terughoudender mee omgegaan moet worden. Ik weet dat die masten met heel veel zorg geplaatst worden. Met name door Rijkswaterstaat wordt daar heel kritisch naar gekeken. Dus ik weet dat ze niet zomaar geplaatst mogen worden. Voor sommige gemeenten is het ook een melkkoetje, want ik weet dat die daar goed voor betaald worden. De exploitant die komt vaak zelf met een locatie waar ze zo'n paal willen hebben. En dan is het dus inderdaad uitzoeken van, is het provinciale grond, is het gemeentelijke grond, is het grond van Rijkswaterstaat. En daar zullen ze dan onderhandelingen mee moeten gaan doen. En een gemeente kan zelf natuurlijk daar ook een hele belangrijke rol in spelen. Als die dat heel graag willen in hun gemeente, dan kunnen ze daar natuurlijk qua vergunningverlening bijvoorbeeld heel soepel mee omgaan. Overdaad schaadt, zei mijn moeder altijd. Dat was ik niet altijd met haar eens hoor. Maar in dit geval wel. Het is zo'n loei van een bord. En dat detoneert gewoon. Dan denk ik, dat kan toch ook smaakvoller met meer stijl als je het al moet willen. Nee, ik vind zo'n bord, dat vind ik niet goed. Daar, bij Zaltbommel wordt het beeld heel erg gedomineerd door al die dozen langs de weg en door al die reclame. En dat is ook niet wat je op zo'n punt in het rivierengebied nou als sfeer zou willen hebben langs de weg. Want je maakt hier ook met de weg een bocht, hè, en dan ga je de rivier over en over de brug. En je zou willen dat je dat ervaart, hè, dat je de brug van Zaltbommel, dat je die ziet. Een goede zichtlocatie of willen we een uitzichtlocatie? Op zich wel een mooie inhaakreclame van Burger King. Pak een beet over 2 minuten. Nou, blijkbaar zitten er 2 minuten verderop een Burger King restaurant. Dus leuk gevonden. Maar ook hier weer heel veel tekst waar je op het moment dat je er langs rijdt de helft mist. Ik vind wel dat reclamebureaus daar een taak hebben om te kijken dat ze wel communiceren erop. Zonder er te veel op te zetten. Het is gewoon niet een punt in het wegennet waar je zo zou willen uitpakken. Ik vind ook dat je op nationale schaal of misschien als provincie beslist wat de plekken in je provincie zijn waar je ook echt landmarks wil neerzetten. En waar dan misschien juist heel veel reclameuitingen bij elkaar ook weer iets feestelijks of iets bijzonders zouden kunnen hebben. Daar vind ik Zaltbommel in ieder geval niet de goede plek voor, sowieso niet. Ja, de A2 is echt ook een zakenweg, hè? Een economische as met heel veel forensenverkeer. De A1 is meer een internationale transportas. Dus blijkbaar lokt dat ook meer uit tot uitingen van kom in onze Burger King happen, tot kopen een andere leaseauto. Het doet ook heel erg afbreuk aan de beleving van het rivierenland als een groot landschap tussen de Randstad en de Brabantse steden. Wel een mooie locatie, ook bij een bedrijventerrein valt goed op. Ik weet dat de Burger King groot is, maar dat vind ik wel een beetje overdreven. Wie geeft er eigenlijk toestemming voor?
Maar ik vind dit ja, van een omvang. Moet je die paal zien, joh. Is dit in Gelderland? En ik denk dat hier ook inderdaad niet een relatie is met een bedrijf. Het is gewoon daar zo neergezet. Ja, en wat je met die masten ook heel vaak ziet, dat ze echt op hele mooie zichtlocaties staan. Die exploitanten die kijken daar echt naar. Ja, hierachter zien we dan een mooi voorbeeld van een reclamemast die ten eerste heel mooi is vormgegeven. En ik heb begrepen dat Samsung voor 3 jaar lang deze mast heeft geclaimd, zeg maar. Dus ja, dat geeft aan het belang van zo'n reclameobject bij een drukke snelweg hier de A16 dan. Maar als je let op al die grote masten die je langs de Rijkswegen ziet, dan zie je heel vaak dat ze lijken hetzelfde, maar als je goed kijkt zijn ze toch allemaal anders. En het is vaak ook zo dat het bedrijf dat vaak in de samenspraak bijvoorbeeld met de gemeente doet om te kijken of dat goed in het landschap past. Dus ondanks dat veel mensen zullen zeggen van nou ik vind dit verrommeling, vind ik dat daar beter is over nagedacht dan over andere objecten die in de buitenrijken staan. Het is typisch dan zo'n zuil die door een bedrijf is neergezet. Ik vind als je met je pand langs de Rijksweg zit, benut je pand en ga daar geen extra palen voor zetten. Het aantal graden, ja, het voegt helemaal niets toe aan je bedrijf. Dit bedrijf heeft een heel mooi logo. Ik zie een hele lege bedrijfshal, daarachter een lege wand. Doe daar een hele mooie lichtreclame op, die valt nog meer op dan deze paal. Je zit altijd in de afweging van het belang van het bedrijf om zichzelf te adverteren en wat jij eigenlijk het meest wenselijke vindt. Ik vind ook bij stad Bommel, ja, het is gewoon, er ligt geen enkel plan aan te grondslag. Hè. Zoals bijvoorbeeld het filmpje van Ede, dat daar is echt aan ontworpen. Dat kan je zien, er is echt ook een statement gemaakt. En bij zo'n stad Bommel heb je het gevoel, nou ja, dat is gewoon toevallig zo gegroeid. En dat is niet in de hand gehouden en daar is het een soort wildgroei geworden. Ja, dit is toch wel zaak om daar een keer met de verantwoordelijk over te hebben van wie geeft nou eigenlijk toestemming voor zoiets en hoeveel wordt daarvoor betaald. Als je er nou miljoenen mee binnenhaalt die je in mooie landschappen kan stoppen, boah, zo pragmatisch ben ik ook weer wel, maar nee, ik vind dit niks. Helemaal niks, of zoals ze in Nijmegen zeggen, 36 keer niks. Heel veel niks. De A2, 49 reclameobjecten.